gezondheid is je grootste goed. En het klinkt heel oudbollig of het klinkt allemaal clichématig, maar het is wel een waarheid. Ellie Corselius had in 1994 een natuurgeneeskundige praktijk, maar begon zich steeds meer te richten op voedingsadviezen. De basis voor Vitakruid is hier gelegd. Ik had in het begin natuurlijk de zorg voor mijn drie kinderen. En pas op veel latere leeftijd ben ik begonnen met het opzetten van dit bedrijf. Ik ben de jongste van drie. Nou, 16 kan je wel redelijk op je eigen benen staan. Dus mijn boterham hoefde niet meer gesmeerd te worden. Dus mijn moeder kon eindelijk, denk ik voor haar, aan de slag. Want het begon allemaal met een praktijk die ik had in de traditionele Chinese geneeskunde, waarbij ik al heel veel mensen hielp met kruiden en dat soort zaken. En in 2001 begon ik daar wel over na te denken om Vitakruid als merk neer te zetten. Wij gaan nu naar de locatie van waar we vroeger gewoond hebben en waar ook het begin is ontstaan van Vitakruid. Ik heb maar 1 jaar zeg maar, op het zolderkamer gezeten om Vitakruid op te kunnen starten. En daar heb ik een bureau neergezet en wat, een kastje met wat spulletjes en met wat voorraad. Maar daar is het wel allemaal opgestart. Maar toen had ik nog geen naam. Ik had Vitakruid wel een keer laten genoemd zeg maar, als merk, maar ik had geen logo of helemaal niks. Ik vond het wel interessant. Dus ik ging meehelpen met het logo ontwerpen. Ik had het eerste visitekaartje van mijn moeder ontworpen in Word 97 met WordArt. Een yin-yang teken met een V en een K. Super lelijk. En zij ging toen naar Los Angeles toe. Met een kaartje waarop stond Vitakruid. Ellie Corselius, owner. Daar was ze trots op natuurlijk. Ja, en Bob die heeft natuurlijk bedrijfskunde gestudeerd. En dat was natuurlijk een perfecte opleiding om dit bedrijf voor te zetten. Ik heb het allemaal kunnen zien tijdens mijn school, tijdens mijn studie. Hoe het moet en hoe het niet moet. Dus ik heb gratis colleges gehad over Vitakruid. Er zal misschien ooit wel eens een grens aan de ambitie zitten. Maar op dit moment is die wat mij betreft grenzeloos. Inmiddels is Vitakruid uitgegroeid tot een organisatie met meer dan 20 medewerkers. Het is hun missie om de gezondheid van mensen te bevorderen en de kennis over gezondheid te delen. Er wordt heel expliciet altijd beweerd, vanuit je voeding krijg je voldoende vitamine en mineralen binnen. Dat staat als een huis. Maar in de voeding die we nu tot ons nemen, heeft niet net zoveel mineralen zitten die 50 jaar geleden nog in de voedingsbodem zaten. En als het met die snelheid wordt geproduceerd, dat nog het behoud heeft van zoveel mineralen. Bovendien zijn we natuurlijk met z'n allen met een behoorlijk hectisch leven en met veel stress, hebben we een behoorlijke vitamine roof. Als je rookt, raak je vitamine C kwijt. Als je stress hebt, raak je vitamine B kwijt. Kun je daardoor ook tekorten krijgen. Preventie is eigenlijk het sleutelwoord. Van wat is het beste medicijn tegen osteoporose? Nou, gewoon te zorgen dat je het niet krijgt. Dat is preventie. Hoe krijg ik betere ingrediënten waardoor het beter gaat werken. Dus bijvoorbeeld is magnesiumoxide, daar kun je 400 milligram van innemen. Maar daar zal eigenlijk helemaal geen toegevoegde waarde hebben. Maar ga je dat koppelen aan een aminozuur zoals bijvoorbeeld taurine, dan krijg je magnesiumtauraat. En taurine is echt een lichaams-eigen stof. En dan met een bepaalde cofactor van vitamine B6, ja, dan heb je een gouden formule. En dan heb je ook nog steeds magnesium, maar dat werkt vele malen beter. De therapeuten die bij ons werken, die kunnen echt voor de gezondheid van de klanten kunnen ze adviezen geven. Ze hebben echt vrij baan. Zelfs concurrerende producten worden hier geadviseerd. Alleen onze producten zijn al 17 jaar hebben ze hetzelfde uitstraling. Er heeft nooit een nadruk gelegen op eigenlijk branding of het merk. Het gaat toch om de inhoud. Maar je pakt hem niet zomaar, dat potje. Er is toch een beetje gevoel en emotie ook komt erbij kijken. En ik denk dat wij niet uitstralen wat we zijn qua gevoel en emotie. Dus vinden wij het nodig om het logo te veranderen en de producten een andere uitstraling te geven.
De drie punten bovenin het logo staan voor de kernwaarden. Kennis, kwaliteit en advies. Het blad, een organisch element, staat voor de natuurlijke benadering. Daarnaast is er ook een nieuwe payoff ontwikkeld. Alles wat we doen is gedreven door gezondheid en daarom driven by health. Gelukkig. Mijn vrouw werkt er, die is ook orthomoleculair therapeut. En mijn zus werkt er. Familiebedrijven hebben eigenlijk het vermogen ook om stabiel te blijven. Je bent geen cowboy in de branche. Hè? Je werkt echt aan een stabiel bedrijf met een goede visie, met waarden en kennis delen niet alleen met de consument, maar vooral kennis delen met de professional. Inflammation, mensen voelen zich totaal niet lekker, hebben alles maar het gevoel dat ze een beetje... We hebben een chefkok in dienst. Hij is ook altijd in zijn leven bezig geweest met gezonde voeding. Hij praat nog net niet tegen de broccoli, zoveel houdt hij van voeding. Die maakt elke dag een verse lunch, ondersteund door Monique en Joyce. We zijn bezig met een nieuwbouwproject waarin we onze cursisten nog beter willen verwelkomen met betere faciliteiten. En voor ons team om meer ruimte te hebben en beter te kunnen werken. En voor onze voorraad, want die peilt uit. In het nieuwe pand streven we naar een pand wat energiepositief is. Zodat je een zeer milieuvriendelijk gebouw hebt. Met de groei die Vitakruid sinds 2003 heeft doorgemaakt, stopt het niet. Door de uitbreiding zijn ze klaar voor de toekomst. Vitakruid ziet uw gezondheid als uw grootste goed.